vaak heb je geneukt? Is dat ja? Zie ik er goed uit? Ja? Laten we beginnen. Yo mensen, what's up? Mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch. En welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel, ja, Rotjoch. En vandaag doe ik een Snapchat Q&A. Dit is voor mij heel erg nieuw is. Ik heb vandaag gevraagd op mijn Twitter. Als je mijn Twitter nog niet kan volgen, staat nu beneden in beeld natuurlijk mijn Twitter. Kan je me volgen op Twitter? Heb ik gevraagd van jongens, vandaag ga ik een Snapchat Q&A doen. Dus mensen met mijn Snapchat kunnen sturen een vraag. En die ga ik nu beantwoorden in deze video. Dat gaan we nu doen. Ik heb er heel veel zin in. En laten we gewoon meteen gaan beginnen met de allereerste, alright? Heb jij één vriendin? Ja, ik heb één vriendin. Ik heb er één. Ik heb een vriendin. Het heet Laura. Ik ga al 6 jaar met Laura samen. En ze is heel leuk, heel lief, heel aardig. En ze heeft me heel erg geholpen altijd. Is altijd aan mijn kant. Ze is heel lief, geweldig. En ik ga al 6 jaar met haar sinds 22 april. Dus ja, ik heb een vriendin genaamd Laura. En nee, ze wil helaas niet in beeld komen met YouTube. Dat is niet wat ze niet wil doen. Dus ja, sorry, het spijt me. Maar bedankt voor de vraag. Heb jij een vriendin? Zo ja, wie dan? Ja, ik heb een vriendin. Alweer. Dylan, vraag je. Ga je ooit een keer met kijkers een Lucky Block of iets opnemen? Hashtag Team Rotkin, beste YouTuber! Ja, ik wil graag wel met kijkers opnemen. Lucky Block, helaas kan het niet, want dat doe ik via Machi en mijn persoonlijk IP-adres. Maar er komt binnenkort een Pixelmon server aan. Nou, binnenkort, ergens in de toekomst, rond de zomer ongeveer, wil ik dat die af is. Waar ik bijvoorbeeld Pixelmon jullie kan opnemen met kijkers, Minecraft build battles, dat soort dingen op Hypixel. Dat kan ik met Rijker allemaal doen. Wil ik wel vaker doen, maar dan moet ik even kijken of kijkers dat wel leuk vinden. Want ik moet wel kijken welke series het wel goed doen, welke series het niet goed doen. In ieder geval Mindtopia, ik ga me altijd bespreken op TeamSpeak van DDG, ik kan wat vinden. En dan weet je het vanzelf of ik wel eens kijkers nodig heb op die fiets dus. Mijn vraag voor Snapchat Q&A is, wat wil je nog bereiken met YouTube? PS, de Tutorial Academy is echt super gezellig. Doei! Doei! Ik vond de Dutch Gathering ook heel erg leuk. Wat wil ik nog bereiken met YouTube? Ja, ik wil sowieso eerst een mijlpaal. Wat ik heel graag wil halen is de 100.000 abonnees. Als ik de 100.000 abonnees heb, ben ik heel blij natuurlijk. Kan ik die zilveren play button krijgen. En dat voelt gewoon chill. Dus dat is het eerste wat ik wil bereiken met YouTube natuurlijk. Daarnaast zou ik willen bereiken dat ik er wel fulltime van zou kunnen leven. Ik doe het nu wel best wel fulltime. Best wel heel veel tijd steken erin. Maar het zou fijn zijn als ik een salaris kan halen, ook waar ik normaal van kan leven. En elke dag jullie video's kan blijven maken en steeds meer kan doen voor jullie, zeg maar. Dat zou heel fijn zijn. Dus wel mijn leven als een YouTuber gaan krijgen. Dat is eigenlijk wat ik wil bereiken dan met YouTube. Dat ik echt kan leven als een echte YouTuber en niet een halve soul wat ik nu op het moment aan het zijn ben. Zeg maar half-half. Dus dat zou ik wel graag willen bereiken. Hey Dylan, ik hoorde dat je een Snapchat Q&A ging doen. Mijn vraag is, wat vond jij het leukst? En de Dutch YouTube Gathering. Doei! Wat vond ik het leukste van de gathering? Ik vond het hartstikke leuk om zoveel vette kijkers te ontmoeten. Ik heb echt genoten van de kijkers. Het was super vet. Ik heb high fives uitgedeeld. En vooral mijn meet and greet. Gewoon dat er 2 dagen op rij meer dan 200 mensen in mijn rij stonden. Dat doet me gewoon goed. Dat vond ik echt super vet om gewoon zoveel mogelijk kijkers te zien. En te spreken en blij te maken met gewoon... Ja, even een praatje maken. Dat vond ik echt het allerleukste in de gathering. Gewoon met zoveel mogelijk kijkers ontmoeten. En dat heb ik ook gedaan, denk ik. Ik heb in rijen gestaan juist om met de kijkers om te kunnen gaan. Niet alleen maar op stands gebleven, maar ook met de mensen zijn dingen gaan doen. En dat vond ik het allerleukste in de gathering. Gewoon met mijn kijkers gewoon samen een leuke dag maken. Dat vond ik het allerleukste in de gathering. Wat is je favoriete Snapchat effect en wat vind je het allerleukste? Mijn favoriete Snapchat effect, jeetje, favoriete. Ja, meestal vind ik de effecten van Snapchat het leukst als je, dat er iets uit je mond komt als je beweegt of je wenkbrauw optrekt. Ik zelf Snapchat ook niet zo heel erg vaak, maar dan vind ik het leukst. En ik denk dat de vraag daarna was, wat vind je het leukste aan YouTube? Dat je eigenlijk gewoon je eigen ding kan doen op YouTube. Wat jij leuk vindt, jouw content kan je op YouTube gooien zoals jij het wil zien. En niet zoals een tv die alles voor jou script. Het is gewoon precies zoals jij het wil. Komt online. En dat vind ik geweldig op YouTube. Je eigen creative mind, je eigen creatieve mind kwijt kan op YouTube. Daarom noemt iemand op de tv noem je een tv celebrity. En de mensen zeg maar van YouTube noem je creators. Want we creëren onze eigen video's. En dat vind ik het allerleukste aan YouTube. Met welke andere YouTuber neem jij het liefst op? Dat is een hele lastige. En ik denk dat het best wel lastig is om te beantwoorden. Want ik neem het heel veel YouTubers op. Dat is heel lastig.
Ik denk dat ik heel fijn opneem met... Er zijn toch al drie. Dus wie ik fijn opneem. Met Duffy Games natuurlijk. Duffy is natuurlijk iemand die ik nu 2 jaar ken. Het fijne van hem is, we zijn altijd heel eerlijk tegen elkaar. En we hebben gewoon leuke synergy samen. We werken lekker samen. Dat vind ik leuk. Heb ik ook natuurlijk met David heb ik dat. Gewoon puur, ik heb respect voor David. Volgens mij ook wel, voor mij natuurlijk. En waardoor we ook gewoon leuke videos maken samen. En leuk samen kunnen werken om vette projecten te bespreken. En ik vind het leuk dat hij mij ook betrekt bij projecten. Zoals naar Prison heb ik een deel geschreven van het script, zeg maar, toen de tijd. Dat soort dingen vind ik heel gaaf. Dus daarom met David. En iemand met wie ik laatst weer contact kwam met is Don. Ik vind het heel leuk weer met Don op te nemen. Don en ik zijn altijd goede vrienden geweest. We hebben hele goede synergy samen. Ja, het is gewoon, als we dom zijn, hebben we ook gewoon lekker veel plezier in onze video's. Dus daarom deze drie YouTubers vind ik toch wel het chillste mee op te nemen. En zijn er nog veel meer. BD Wils, Marijn Stube, Marnik en GameStat. Allemaal geweldig. Ik vind het gewoon leuk om met zoveel mogelijk YouTubers samen te werken. Met Lars Vaker Games vind ik het heel leuk in beeld. Ik vind eigenlijk alle YouTubers wel leuk. Maar die drie zijn wel de mensen die ik vaak samenwerk of vaak samengewerkt heb. Dus vandaar die drie eventjes. Oké. Okay. Mijn vraag is, heb jij vroeger een beugel gehad, zegt ze. Nee, ik heb geen beugel gehad. Ik had vroeger hele mooie rechte tanden. Vroeger wel. Tot op een gegeven moment, ik ging rugbyen in het zwembad. En toen brak ik allebei mijn boventanden af. Allebei. En toen stonden mijn tanden heel erg scheef. Nou, niet heel erg, maar er zat gewoon een hele dikke spleet tussen. En dat was wel lelijk. Maar op een gegeven moment zei de tandarts, ben ik geweest naar de beugeltandarts, de orthodontist. En die zei van, nou, je hebt geen beugel nodig. Ook geen nachtbeugel, helemaal niks. Die groeien vanzelf weer naar elkaar toe. En ja, op zich is het gewoon mooi gelukt. Ik heb nu alleen 2 halve neptanden, mijn voortanden. Ja, want die ben ik gewoon kwijtgeraakt. Die zijn kapot gegaan in het zwembad. Maar nee, ik heb nooit een beugel gehad. Dylan, ben jij breed? Oh, dit is Wouter Magische Mason. Die ken je vast wel van de Pixelmon video's. Ik ben niet meer breed. Ik was vroeger wel breed. Nu ben ik meer wat dikker geworden. Maar ik ben wel breder dan een gemiddelde YouTuber, dat wel. Hoe ben je op het idee gekomen om video's te maken en die op YouTube te zetten? Oei, heel vroeger vond ik het heel leuk om te presenteren en mee te doen met playback shows en dat soort dingen. En te dansen vond ik altijd gewoon leuk en mensen te entertainen dus. Vond ik altijd heel leuk om te doen. Op een gegeven moment kwam ik ooit een keer op een YouTube kanaal, ik weet niet meer van welke YouTuber het was. Het was geen Nederlander. Was met Jack Frags of zo, of Frankie on PC, on 1080p. In ieder geval, ik weet het niet meer precies, maar uiteindelijk dacht ik van nou, ik ga een keer een video uploaden waar ik tips geef over Call of Duty. Oh ja, en dat is gewoon zo begonnen ooit, als een grapje. En uiteindelijk, vond ik het wel heel erg leuk om te doen. En uiteindelijk weet ik nu waar ik ben. Hoe vaak heb je geneukt? Hey Dylan, ik heb een vraag voor je. Heb jij huisdieren? Ja, ik had vroeger 3. Ik had een hond en 2 katten. Basje was de hond. Ik had een poes die heette Miauw. En ik had een kat die heet Tom. En op het moment heb ik alleen nog maar 1 kat. Dat is Tom. Dat is de enige die het overleefd heeft nog. Hey Tom. Hey Knorrie. Jo. Ik heb dus huisdieren. En dan nu de allerlaatste. Oké, dat is niet eens een vraag. Maar ik zie de naam staan, wie het is. En dat is een meisje van mij van mijn oude middelbare school. Ik herken die naam. Dus hartstikke leuk. Dankjewel Patricia. Hoi, als je kijkt, hartstikke vet. Nou, in ieder geval mensen, dit was mijn Snapchat Q&A. Het waren een paar vragen, een stuk of 10, 20 vragen. Hartstikke fijn dat jullie natuurlijk allemaal gestuurd hebben. Volgende keer ga ik het weer doen. Je kan me natuurlijk toevoegen op Snapchat. Mijn Snapchat is @hetisrotjoch. Mijn Twitter ook natuurlijk, staat ook beneden nog steeds, is @hetisrotjoch natuurlijk. Hartstikke vet. Mensen, daar wil ik helemaal bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje achter omhoog als je het hartstikke awesome vond. Zie ik je graag nog op een video. Laat het wel eens zien. En natuurlijk, peace!